George Ulte, het was vanavond zeker geen goede wedstrijd. Maar op een gegeven moment dacht ik van, we gaan deze nog pakken. Hoe was het bij jou? Ja, we hebben eigenlijk geen moment echt het voetballend kunnen brengen, te willen brengen. We hadden een vrije man op middenveld, maar heel veel moeite die te vinden. Ja, dan ga je mee in het lange ballenspel. Daar zijn wij gewoon minder goed in. We zijn geen ploeg die ballen van doel naar doel moet schieten en moet vechten om die tweede bal. Dat kunnen we wel, maar daar zijn we niet top in. Wij zijn top als we kunnen voetballen. Dat is niet gelukt. Nou, dan zie je de eerste tegengoal, een ingooi. Organisatie niet goed, 1-2 combinatie, goal. Ja, hele kinderlijke tegengoal. Dan gaan we het omgooien. We gingen gelijk naar 3 achterin, een soort 3-3-4 spelen. Vroeg in de wedstrijd, we hadden wel het gevoel, als we doorgaan zoals we nu spelen, dan gaat het niet goed komen. En dat is het stukje waar ik het gevoel had, nou, nu zitten we wel beter in de wedstrijd. Niet met heel goed voetbal, maar wel met de strijd, de lange ballen, de chaos situatie die je creëert. Goede kans uit gehad, goal gemaakt. Ja, en dan moet je doorpakken, maar dan is de tweede goal. Helaas vind ik wel een logisch gevolg van hoe je de eerste helft al speelde. We hebben geen ploeg die zo goed is dat ze een knop kunnen omzetten van opeens aanstaan, opeens scherp zijn. En die tweede goal, het straffen zat heel goed bij ons af. Ze draaien weg. We laten het gebeuren. Ze kunnen counteren. We laten het gebeuren. Ja, en dan zijn 2 en achter. Maar eigenlijk vonden we wel de slotfase het meest exemplarisch. Denk terug aan Emmen thuis, waar onze slotfase de een naar de andere kans opleverde. Vandaag willen we datzelfde doen, maar had het eigenlijk helemaal geen effect. En dat is denk ik wel voor onze ploeg de grootste les. Wij kunnen echt niks een beetje minder doen. Wij kunnen tegen geen enkele ploeg ook maar 1% minder zijn, want die knop kan je niet meer omzetten. Dan kan je niet naar de alsnog erop vliegen. Dat leek even goed te komen, maar ik heb al eerder gezegd, we hebben een paar wedstrijden ook een beetje geluk gehad. En vandaag heb je dat dan niet. Maar dat moet je ook veel meer gaan afdwingen door bijvoorbeeld zo'n counter er zelf gewoon uit te halen. Dat is ook volwassenheid en ja, we hebben een jonge ploeg, dan mag je ook af en toe fouten maken, maar daar moet je wel heel snel van leren. Ik denk dat we de eerste helft gewoon niet goed speelden. En ik denk tweede helft, ik weet niet eens hoe de eerste ging, maar dat mag natuurlijk niet gebeuren. En dan kom op 1-1 dan denk je, oh, dan gaan we nog, we gaan winnende maken en dan komen zij opeens op 2-1 en dan hebben we helaas niet meer gescoord. Je hebt het net al over die eerste helft. Jullie worden vaak geroemd om jullie energie. Dat spatte de eerste helft niet echt vanaf. Hè? Hoe kwam dat, denk je? Ja, ik denk wel gewoon dat we wilden, alleen we kregen gewoon geen druk op en dat zag je ook wel. Ik denk de tweede helft hebben we verandering gedaan en dat, eigenlijk waren de tweede helft gewoon wel beter, alleen we krijgen wel 2 tegengoals. En ik denk dat we dat, elke wedstrijd hebben we nu 2 tegengoals, dat moet niet gebeuren. En ik denk dat vandaag gewoon niet goed genoeg was. Tweede helft kwam er inderdaad ook wat meer opportunisme in het spel. Daar ontstonden ook wel kansen uit. Jullie scoren 1-1. Ik dacht van, nu is het erop en erover. Hoe was dat bij jou? Ja, ik had ook het gevoel dat we nu de 2-1 zouden maken, omdat we ook nog wel wat kansjes kregen. Ik heb zelf nog een schot die de keeper goed pakt, denk ik. En dan krijgen we opeens een counter, denk ik, de 2-1 tegen. Ik denk dat we dan soms of een overtreding moeten maken, maar dat is ook lastig. Dus dat is achteraf makkelijk praten of je een overtreding moet maken of niet. Maar het is gewoon zonde dat we deze niet winnen. We kennen jou, je bent ook altijd analytisch bezig na zo'n wedstrijd. Je zegt van, we willen eigenlijk ook niet mee in die lange ballen, want dat is ook niet ons spel. Hoe verval je daar dan toch in? Ja, kijk, zij willen, daar wordt een beetje tactisch dan, maar zij willen doordekken met een laatste lijn op onze middenvelders. Ja, dan moet je gewoon zo ver uitzakken dat je toch een vrije man hebt. En denk, als je hem gaat terugkijken, dan zie je heel vaak wel een vrije man bij ons staan. Maar die dan kunnen vinden, daar moet je echt goed voor zijn. Want zij zaten best wel hoog druk. Of ging heel compact laag staan. Ja, vindt die vrije man dan maar eens. En dat hebben we in ieder geval goed gedaan. Maar vandaag hebben we daar de kwaliteit er niet voor gehad. In de tweede helft gooi je ook wat meer opportunisme met Oldrikis. En dan zie je dat je ook kansen begint te creëren. Hè? En dan wordt het ook nog gevaarlijk. Ja, en dan maak je ook de 1-1. En dan moet je wel dus zo goed blijven in het verdedigen. Ja, als je dan de 2-1 ziet, ja, het doet echt pijn, vind ik, hoe je die goal weggeeft. Dat is echt weggeven. Ze maken er mooi af, maar zo'n situatie mag nooit tot een kans leiden. Laat staan een doelpunt. En de ploeg mag fouten maken. We zijn net bezig, we hoeven niet perfect te spelen. Alleen die fouten worden nu heel zwaar afgestraft. Waar we de vorige weken wegkwamen met onze fouten. En die lessen moeten we uiteraard heel snel gaan leren.